kan bijvoorbeeld om 10 uur je schijfje zetten, je blauwe schijfje. En dan tot 4 uur blijven staan. Nou, dan heb je de hele dag gratis gestaan. En dan hoef je niet betaald parkeren te doen. Ja, 6 uur gratis parkeren en openbaar vervoer om de hoek. Ideaal voor dagjesmensen en forensen dus. De buurtbewoners hebben al een vergunning en vrezen voor een enorme parkeerdruk. Maar volgens het stadsdeel is er nog voldoende parkeerruimte en moet er eens gekeken worden naar een andere oplossing. En als we simpel alleen maar blauwe zones zouden uitbreiden, dan loopt het risico dat we straks bij de volgende buurt weer hetzelfde probleem hebben. En nu kunnen we het probleem misschien echt oplossen in plaats van verplaatsen. Hoe kan je in deze buurt, waar eigenlijk alles voor elkaar hebben, hoe kan je nou zeggen, het is beter voor jullie om het van 2 naar 6 uur te doen? Een parkeergarage om de hoek heeft recent de tarieven flink verhoogd. En daarom denken de bewoners dat het stadsdeel eigenlijk een heel ander motief heeft. Deze brief komt van het stadsdeel. Daar werken ook een heleboel mensen. En die wonen niet in deze buurt. En die gaan ook niet voor het groene vervoer. Die gaan lekker met hun eigen auto komen. Dus die kunnen hun auto nu in deze buurt zetten. Ja, dus er is daar een parkeergarage dus van een particuliere exploitant. En dat was vroeger een heel laag tarief. Uitzonderlijk laag zelfs voor Amsterdam. En dat is nu een hoger tarief geworden. En ja, je ziet wel dat het nu weinig gebruikt wordt. Maar daar hebben wij weinig tot geen invloed op vanuit het stadsdeel.